Ik wil toch een punt maken wat ook genoemd is in de resolutie. Dat gaat over de passagiersrechten en de herziening van de verordening 261 uit 2004. Laten we wel wezen, dit dossier zit muurvast in de Raad. En ik begrijp heel goed de politieke gevoeligheden in zowel het Verenigd Koninkrijk als in Spanje. Maar deze gevoeligheden die houden wel de hele Europese luchtvaartsector in gijzeling. Passagiers en luchtvaartmaatschappijen willen duidelijkheid over hun rechten en hun plichten. En ik heb begrepen dat de Europese Commissie overweegt om met interpretatieve richtsnoeren te komen. Ter verduidelijking van de bestaande regelgeving in afwachting tot er nieuwe regelgeving komt. Ik persoonlijk ben daar wat minder gelukkig mee, want ik denk dat het echt cruciaal is druk uit te voeren op de Raad om te komen tot nieuwe regels. Alleen met nieuwe regels ontstaat de gewenste duidelijkheid. En ik zou dan ook een heel dringende oproep willen doen naar mijn landgenoten die het Nederlandse voorzitterschap van de Raad gaan uitoefenen om ook daadwerkelijk aan de gang te gaan en te leveren wat Europa verwacht. Dank u.